kinderdromen komen soms uit, bijvoorbeeld wanneer de Voice Kids wint. Toch heeft de plotselinge roem van de jonge nachtegaaltjes een keerzijde. Laura van Kaam, winnares in 2013, en Fabienne Bergmans, winnares 2012, belanden alle twee in een kliniek. Zo is nu bekend geworden. Laten we even kijken naar de twee in betere tijden. I trust you with all the things that we share. Tell me how can I care? How can I share my feelings? Patricia Wesseling van de privéredactie zit hier bij mij aan de desk. Patricia, fijn dat je er bent. Ja, wat een verdrietig nieuws. Ja, en ook verdrietig en verontrustend inderdaad. Ze zijn nog zo jong. En Laura die heeft zelf al aangegeven op social media dat ze inderdaad begin februari is opgenomen voor een depressie. Ze had helemaal geen kracht, helemaal geen power thuis. Ze leefde van een danoontje op een dag. Ze had niet eens de kracht om te gaan douchen. Geeft zij de schuld aan het programma? Nou, ze heeft eerder bij Eva Jinek wel aangegeven dat ze na de Voice Kids continu 100% moest presteren. En het was toch een beetje te veel. Dus de periode na de Voice was wel een beetje de druppel voor haar, waardoor ze eigenlijk nog verder is afgegleden. En hoe is dat met Fabienne? Ja, nou, die heeft dus altijd wel afgelopen jaren een probleem gehad met drank en drugs. Maar ook bij haar was de druk, of het verschil bij haar was heel erg groot. Zij stond s'avonds op te treden voor volle zalen, werd op handen gedragen door collega's en ook door fans. En de volgende dag zat ze dan gewoon weer in de schoolbank. En dat was gewoon, dat verschil was die twee lastig. Eigenlijk, ja, nou heeft ze ook ADHD, een zware vorm van ADHD, waardoor je ook al verslavingsgevoelig bent. En, moeten die kinderen niet een beetje begeleid worden, ook vanuit het programma? Nou ja, we hebben inderdaad gesproken met Mark van Haasteren. Dat is een kinderregisseur, dat is een begeleider van kinderen bij musicalproducties. Ja. Die heeft een boekje geschreven, Help, ik of mijn kind wil beroemd worden. En die zei daar het volgende over. Okay. De begeleiding van die kinderen, dat zit hem heel erg veel in gesprekken. Je spreekt heel erg over, en dat gaat ook op spelende wijze, welke situaties je precies voorkomt. Wat zou er bijvoorbeeld gezegd kunnen worden op social media tegen je? Als dat minder leuk is, hoe ga je daar dan mee om? De kinderen krijgen voornamelijk een training in sociale vaardigheden, zou ik willen zeggen. Dus hoe kan je wapenen tegen mensen die van alles van je vinden en van alles over je zeggen? En wat doet dat met jou? En hoe kan je daar, hoe kan je daar ook het beste op reageren? Laten we hopen dat hier lering uitgetrokken wordt en dat het niet meer gebeurt. Ja, ook voor RTL. Goeie les.